Vinden jullie het ook zo vreemd dat ze in het buitenland spreken over French fries? Nochtans is België 's werelds grootste exporteur van voorgebakken aardappelproducten. Wel 3 miljoen ton per jaar. Maar onze aardappelteelt staat ook voor veel uitdagingen. Van klimaatverandering tot de druk om minder gewasbescherming te gebruiken. Hoe kunnen we dan aan die alsmaar stijgende vraag blijven voldoen? Een idee zou kunnen zijn om gewoon meer aardappelen te planten. Maar ons dichtbevolkte land laat helaas weinig extra ruimte om extra grond in te palmen. We moeten het dus doen met de grond die we hebben. En daar efficiënter en ecologischer mee omspringen. Inderdaad, aangezien aardappelen erg gevoelig zijn aan ziektes en plagen, krijg je al snel een efficiëntere productie als je ze beter in het oog houdt. Waar we nu volledige velden preventief en regelmatig behandelen, zou het veel beter zijn als we individuele planten enkel behandelen waar en wanneer het echt nodig is. Dat noemen we precisielandbouw. Maar het is voor de landbouwers natuurlijk onmogelijk om al hun planten individueel in de gaten te houden. We hebben nood aan een extra oog op het veld. En om dat te creëren, zijn beelden, genomen vanuit de lucht, de ideale oplossing. Met drones vlieg je boven het gewas zonder het te beschadigen. En zo krijg je gedetailleerde overzichtsbeelden die je kunnen vertellen welke planten er goed of slecht aan toe zijn. Maar natuurlijk is het voor de landbouwer nog altijd te veel werk om elke foto apart te analyseren. In mijn onderzoek gebruik ik daarom artificiële intelligentie om die grote hoeveelheid beelden op een geautomatiseerde manier te verwerken. Hierbij train ik de computer om op zoek te gaan naar afwijkende elementen in het veld, zoals zieke planten, onkruiden of insecten zoals Colorado-kevers. Wanneer het systeem iets detecteert, geeft het de landbouwer een melding van die afwijking en kan hij zijn kennis gebruiken om de juiste beslissingen te maken. Op die manier zorgt de technologie in samenwerking met de landbouwer ervoor dat een meer gerichte behandeling mogelijk is. Dat is goed voor de economie en het milieu. En zo kunnen we verder blijven streven om Belgian fries met de hele wereld te delen.